We gaan het hebben over een man wiens naam weinig luisteraars meer iets zal zeggen. Johannes Bolland. Maar aan het begin van deze eeuw was dat anders. Toen was hij de meest spraakmakende en omstreden filosoof van Nederland. Na de oorlog is hij totaal in de vergetelheid geraakt. En als hij nog eens wordt genoemd, zoals bijvoorbeeld in deel 1 van Lou de Jong, dan wordt hij afgeschilderd als een soort stamvader van het Nederlands fascisme. Afgelopen week verscheen de biografie van Bolland, geschreven door Willem Otterspeer, die, net als Bolland dat toen was, hoogleraar is aan de Leidse Universiteit. Paul van der Gaag las het boek en sprak met de schrijver. Meneer Otterspeer, Bolland, een biografie ruim 600 pagina's over een filosoof die, zoals u zelf in het voorwoord schrijft, geen groot filosoof is, maar eerder een warhoofd. En u voegde bovendien nog aan toe dat u hem antipathiek vindt. Waarom bent u daaraan begonnen? Ik ben er niet aan begonnen omdat ik zelf een filosoof zou zijn of zo. Mm-hmm. Of omdat ik. Ik denk dat als je. Je moet er echt plezier in hebben als historisch onderwerp. Ja. Maar een antipathiek warhoofd is niet het meest interessante, lijkt mij, om een biografie van te gaan schrijven. Ja, voor een historicus wel. Kijk, er is zo ontzettend veel materiaal van hem bewaard gebleven. Dat je als historicus echt kunt verzinken in een gigantische hoeveelheid archivalia. En dat is natuurlijk wel leuk voor een historicus. En het grote voordeel is natuurlijk dat er was veel gedaan. Ik bedoel, er zijn twee grote stichtingen geweest die na de dood van Bolland jarenlang materiaal verzameld hebben. Er is een mevrouw geweest van de Berg van IJsinga die vanaf de dood van Bolland bezig geweest is met een biografie over hem te schrijven. Dat is allemaal bewaard gebleven in dat gigantische archief van de UB Leiden. Ja, de basis was er al. En de basis was er, ja, precies. Ja. Om te begrijpen hoe die Bolland die bullebak is geworden die hij later was, is het heel belangrijk om eigenlijk al vanaf zijn vroegste jeugd te weten wat er met hem gebeurd is. Hè? Ja, dat is essentieel voor Bolland. Er is geen enkele Leidse hoogleraar, geen enkele hoogleraar in Nederland die zo'n raar parcours achter de rug heeft als hij. Ja, hij komt niet uit een hoogleraarsmilieu. Totaal niet. Hij komt uit het allerlaagste milieu wat je je kunt voorstellen. Het waren rondtrekkende markettensters, zijn ouders. En zoals ik op een bepaald moment gevonden heb. En als je zoiets vindt als historicus, dan ben je natuurlijk een paar dagen lang heel erg gelukkig. Na de dood van zijn vader. Is zijn moeder, die dus een handelde in galanteriewaren, zoals dat heette, heeft zich in Groningen gevestigd en is een bordeel begonnen, waar ze zich ook werkelijk zichzelf prostitueerde. Hij is dus ongetwijfeld de enige hoogleraar die Nederland kent, wiens moeder prostituee geweest is. Ja. Zij stuurden hem wel naar een goede school of zo, want hoe wordt zo iemand dan hoogleraar? Hij heeft nauwelijks scholing gehad. Hij heeft, omdat zijn ouders rondtrokken, heeft hij een zeer verbrokkelde schooltijd gekend. En vrijwel meteen bij terugkeer in Groningen, toen zijn moeder dus dat bordeel begon, is hij het leger ingegaan. Hij heeft een handvol baantjes gehad die allemaal mislukte. En toen heeft hij voor 10 jaar als een soort jeugd kort verband vrijwilliger noemde, heeft hij getekend. Ja. En hij was op dat moment 14 jaar oud. 14 jaar oud, ja. En hij was geboren in 1854, dus we zitten dan in 1868. Ja. En ook dat, ik bedoel, er is niet zo vreselijk veel uit die eerste jaren bekend van hem. Dat moest enorm bij elkaar gesprokkeld worden. Maar wat je in die tijd van hem leest, is wat vriendjes later van hem verteld hebben, was dat het een intense driftkikker geweest moet zijn. Ja. Er is een anekdote bekend dat er een Leidse notabele, wat heel gebruikelijke iets was in die tijd, zo'n straatjongen vroeg van, ga jij eens even voor een dubbeltje sigaren voor hem kopen? Die man die is bij kop en kont gepakt en verontwaardigd over de straat gegooid. Door Bolland. Ja. En in het leger was het ook geen lievertje? Hij heeft, dat is gelukkig allemaal bewaard gebleven. Dat is het enorme geluk van zo iemand als mevrouw van den Berg van IJsinga. Die heeft in een archief wat in de oorlog verwoest is, omdat het in Rotterdam lag, heeft ze dus alle stukken uit dat proces wat tegen hem aangespannen is, nadat hij 4 jaar in het leger gezeten heeft, heeft ze netjes allemaal over zitten schrijven. Ja. Dus het oorspronkelijke archiefmateriaal is allemaal verloren gegaan. Maar in het Leidse archief zitten ze allemaal nog. En dan kun je zien, die had een immense lijst had hij gefokt van vergrijpen, van het verkopen van zijn uitrusting tot het dronken op wacht staan.
Tot het uitvloeken van superieuren. En dat het zingen van liederlijke liederen. Ja, precies. Dat, En dan op een gegeven moment gaat hij echt over de schreef, hè, na 4 jaar. Ja, dat is ook heerlijk, is dat van historicus, als het zo van minuut tot minuut vastgelegd is. Hij stond op wacht, had wat gedronken. Er kwam een jongetje aan met een mondharmonica, daar wou hij op spelen. Dat mocht dan wel, maar toen een overste van hem daarmee bezig zag, zei hij: aha, Bolland, jij gaat nu voor mijn plezier nog eens een uurtje langer op wacht staan. Bolland is hem toen nagelopen, heeft hem ingehaald en heeft hem bij de keel gegrepen. En ze hebben hem echt van die sergeant moeten aftrekken. En dat is hem op 3 jaar kruiwagenstraf in Oegstgeest te komen te staan. Ja, pas in feite gewoon celstraf. Ja. En die gevangenisstraf, hoe gek het ook mogen klinken, dat is eigenlijk zijn redding geweest, hè? Ja, dit is evident zijn redding geweest. Daar hebben ze hem, daar heeft hij een van zijn vele weldoeners heeft hij ontmoet. De curieuze leraar Haanstra, die hem echt aan het lezen gekregen heeft. Die heeft ervoor gezorgd dat die toomloze energie die er in dat knaapje huisde, een bepaalde wat maatschappelijk acceptabele richting gekanaliseerd werd. En die heeft hem op een bepaald moment een woordenboek Engels uit zijn hoofd laten leren. En dus hij heeft zich een leeshonger van de jongen eigen gemaakt daar. En een leerwoede ook. Een leerwoede. En hij heeft zich echt, zoals hij ook, dat schrijft ook een van die eerste brieven die hij na zijn gevangenschap aan Haanstra schrijft. Hij heeft zich echt maatschappelijk omhoog willen lezen. Ja. En dat heeft hij zijn hele leven eigenlijk gedaan. Ja. Om zich uit te lezen, om zich uit het slijk te kunnen verheffen, staat ergens in uw boek. Ja. Hij blijft doorgaan met zichzelf ontwikkelen. Hij gaat dus inderdaad op een gegeven moment Engels studeren. Hoofdakte onderwijzer lukt hem trouwens niet, hè, om dat te halen. Ja. Na die studie Engels weet hij een baan te bemachtigen als leraar Engels in Indië bij de Koning Willem III HBS. Ja. En dat is ook een hele belangrijke periode die dan voor hem aanbreekt. Hij gaat dan 16 jaar naar Indië. Ja, hij slaagt erin om, want hij heeft in de tussentijd nog een korte tijd in Jena gestudeerd. Hij wilde eigenlijk, dat was de bedoeling, ze wilden hem hoogleraar taalkunde zien te maken ergens. Maar hij was ervan overtuigd dat ze in Nederland hem zijn verleden nooit zouden vergeven. Mm-hmm. Daar kon hij wel eens gelijk in gehad hebben. En hij kreeg een baan aangeboden als leraar Engels aan het Koning Willem III Gymnasium. En dat heeft hij toen met beide handen aangegrepen. Ten eerste omdat het natuurlijk ook heel goed verdiende. Dat verdiende meer dan een onderwijzerschap in Nederland. En hij dacht dat hij daar eigenlijk zich ook wel verder zou kunnen ontwikkelen daar. Ja. En dat heeft hij ook eigenlijk wel gedaan. Hij is in het begin heeft hij vreselijk geklaagd dat hij daar zat. Omdat hij natuurlijk geen... Dat was intellectueel gesproken moederziel alleen. Hij las alles wat... Hij begon bijvoorbeeld de hele klassieke literatuur te lezen. En hij kocht zich een ongeluk aan boeken. Echt ladingen, scheepsladingen werden naar hem toegestuurd. Een vrij groot deel van zijn salaris ging daarheen. En mensen kwamen hem echt... Er zijn beschrijvingen bekend dat Bolland met een soort hoofdpijndoek en liggend op de koude grond met zo'n grote turf boven zijn hoofd zich lag te informeren. Hij moest lezen. Altijd. Ja. Zoontje werd voor zoontje, men had een zoontje gekregen daar toen hij een paar jaar in. Hij was getrouwd inmiddels met zijn Groningse geliefde Hermanna Bakker. En dat zoontje, daar werden turntoestellen voor in de tuin gezet, zodat hij maar buiten bleef. En moeder zorgde altijd wel dat pa Bolland werkelijk niets hoefde te doen. En wat dan ook, zelfs alles wat rekeningen betalen betreft enzovoort, dat werd allemaal door mevrouw Bolland gedaan. In 1883 in Indië, dan ontdekt hij de filosofie, hè? Ja, hij was een. Op een bepaald moment was er zo'n schooldirecteur. Die ook het betere met de mensheid voor had. Hadden ze een keer ergens gelezen dat de filosoof von Hartmann. Die moest je eigenlijk als burger toch wel gelezen hebben. Mm-hmm. En die heeft dus dat bekende boek van die von Hartmann, tegenwoordig al helemaal vergeten, Filosofie des Unbewussten, aangeschaft voor de bibliotheek van dat KW3. En ik denk dat Bolland waarschijnlijk de enige geweest is die het gelezen heeft. Die is in de ban geraakt van deze toen modefilosoof echt. Het was... dat boek heeft een enorme oplage en verbreiding gehad. Echt tientallen drukken heeft het beleefd. En Bolland is toen echt in die filosoof geraakt. Hij is ook meteen met hem in briefverkeer getreden. Wilde meteen zijn grote biograaf worden enzovoort. Ja. Zijn populariseerder. En,
Een echte volgeling. Een echte volgeling. Dat ja. volgelingensyndroom dat zit heel diep in Bolland. Hij moest een grote voorganger hebben. Ja. Bolland heeft al die opvattingen van Hartman over de vrouw, over de Jood, over de, ja. De inferioriteit van rassen ja. enzovoort. Heeft hij allemaal klippenklaar overgenomen. Ja. En hij heeft hij ook altijd gehouden. Hè? Omdat die man die opvattingen had, zal Bolland zo aangesproken hebben. Want dat zat toch ook al een beetje in Bolland. Ja, hij is echt op een bepaald moment, merk je ook in de brieven die hij naar Nederland schrijft, dat het een echte racist aan het worden is. Ja. En dan zegt hij ook in verband met zijn zoontje, die noemt hij dan ook, dat een echte Germaan met blond haar en blauwe ogen. En hij zegt ook, ik kan niet in Indië blijven, omdat dat zou een belediging voor mijn ras zijn. Dan zou ik zo'n jongen, hij is er doodsbenauwd voor, dat hij blootgesteld wordt aan de vertrouwelijkheden, zoals hij dat noemt, van protuberante baboes. En hij noemt het een bakoven vol halfapen in Indië. Ja, en dat heeft hij niet van Von Hartman. Dat is toch echt Bolland zelf? Komt allemaal uit zijn hart. Ja. Ja. Het zat natuurlijk, er zat een enorme ontevredenheid in die jongen. En daarom is hij natuurlijk, ook dat hele zich maatschappelijk acceptabel lezen hoort daar helemaal bij. Het gelijk hebben hoort daar helemaal bij. En, die agressie die hij eerst met de vuist had, die krijgt hij dan met woorden. Echt met woorden. En dan is het zo dat hij op een bepaald moment ontdekt hij, want al die filosofische stukken die hij schrijft, die vallen op dorre aarde. Men steekt daar in Indië de gek mee. Hij krijgt de bijnaam de onbewuste op school. En niemand die hem serieus nam op dit stuk. Maar toen schreef hij eens een keer iets tegen katholieken. Mm-hmm. En toen kreeg hij veel bijval en veel tegenwerking. Ja. En van tegenwerking, dat is echt de brandstof voor Bolland. Overal waar hij tegenspraak krijgt, daar is domheid. En tegen domheid moet de waarheid gesteld mm-hmm. worden. En dan hijst hij de vlag omhoog en dan gaat hij er tegenin. De waarheid had hij in pacht, hè? Die had hij in pacht, ja. Ja. Dus eerst was het een waarheid van Hartman. Maar toen die aan het eind van zijn Indische tijd heeft hij zich werkelijk alles kapot gedacht, zoals hij mm-hmm. dat dan noemt. Hij heeft het christendom stuk gedacht. Hij heeft de filosofie van Hartman heeft hij gaten ingeschoten, zoals het dan noemt. En dan komt hij toch eigenlijk, hij wordt wonder boven wonder. Dan opeens, inderdaad, op grond van die filosofische stukken wordt hij benoemd tot professor in Leiden. Ja. Maar dan heeft hij eigenlijk geen systeem. En dan opeens, dan gaat hij toch, omdat hij dan professor is, en dan moet hij dus, had Hegel altijd een beetje vermeden, had altijd een beetje tegenop gezien, eromheen gedraaid. En ja, je kunt als je die filosofische opstelling van voor die tijd ziet, zie je wel dat hij zo richting Hegel toe gaat. Je houdt je hart vast. En dan opeens ontdekt hij Hegel en dan is het echt, dan heeft hij zijn grote meester gevonden. Onze lieve heer Hegel noemt hij hem altijd. En hij stapt dan over van Von Hartman op Hegel. Maar voor we het daarover hebben, bij al die discussies en betogen van hem, hanteert hij echt een bijna onleesbare stijl. Hè? En u omschrijft een typisch Bollands betoog ergens als een klompendans van citaten met het zijpad als hoofdweg. Ja. Kunt u een voorbeeld van die redeneertrand geven? Daar ligt een brochure voor u. Ja, ik heb iets meegenomen. Dit maatschappelijk vraagstuk en zijn slechte oneindigheid. Dat was destijds zo'n academische les waarmee hij zijn colleges opende. Zijn slechte oneindigheid, dat betekent eigenlijk, er zijn twee vormen van oneindigheid. Mm-hmm. De goede oneindigheid en de slechte oneindigheid. En de goede oneindigheid, dat was Hegel dus. Dat betekende dat je werkelijk die cirkel, dat alles elkaar afwisselt en dat er geen einde is aan de ontwikkeling en dat het elke stelling roept zijn tegenstelling op. Als je dat maar weet, dan sta je er boven. Mm-hmm. Maar de socialisten die zaten middenin dat grote probleem van behoefte en bevrediging, daar kwamen ze niet uit. En dat betekent dat ze in die slechte oneindigheid zaten. En dat die redenvoering die hij toen gehouden heeft, is echt als een bom ingeslagen in Nederland. Hij werd het was de meest gekarikutariseerde man van Nederland zo'n beetje. Maar hij maakte het er ook naar. Hij maakte het er echt naar, ja. En hij er staat dan in een van die bassende volzinnen, zegt hij dan, volgens rechtzinnig socialistische opvatting zal de kiezentrekker die aan een slechte kies een vol uur staat te arbeiden 120 maal zoveel loon voor één en dezelfde beroepsdaad moeten ontvangen als de tandarts die de kiezer in 30 seconden uithaalt. En het schone vergezicht dat zich hier opent is inderdaad niet in staat in een man van begrip tot collectivist of communist te maken.
Nou, dit was dus de uitleg van wat Marx noemde maatschappelijk noodzakelijke arbeidstijd. Mm-hmm. En het is nu natuurlijk de meest onwelwillende uitleg die je kunt voorstellen. Ja. Elke academicus onwaardig. Maar... Ja. Hoe kan het dat iemand die zo bezig is in 1896 tot hoogleraar wijsbegeerte in Leiden wordt benoemd? Kijk, het voordeel van Bolland was dat hij hij had echt een systeem waardoor hij de mensen wilde dwingen zelf na te denken. Mm-hmm. En zelf nadenken, dat was eigenlijk een beetje ongewoon in de Nederlandse filosofie. En Bolland is ook wel echt ingehaald in Leiden als een man met de hamer die nou echt een levenbrenger, iemand ja. die echt... Het was de steen die in de vijver moest worden gegooid. Precies, ja. Ja. De later zo befaamde jurist Van Vollenhoven heeft een prachtig stuk geschreven in het studentenblaadje in die tijd. En die stond op de uitkijk. Die heette hem van harte welkom. Hij krijgt dan een echte schare volgelingen rond hem. Hè? Als Hegeliaans professor. Er komt een soort cultus rond Bolland. Hoe komt dat? Nou, die cultus heeft twee vormen. Ten eerste was het zo, dat werd al stel gebruikelijk, dat je alle eerstejaars naar hem toestuurde. Mm-hmm. Als een soort ontgroeningsritueel. Daar stelde hij zelf niet zo vreselijk op prijs. Maar hij had in Leiden natuurlijk... In het begin heeft hij enorme toeloop van studenten. Echt, dan moeten ze heel snel het groot auditorium voor hem reserveren, omdat die kleine collegezalen te klein waren. Maar al heel snel krijg je toch dat een kleine, selecte groep overblijft. En dat vindt hij te weinig in Leiden. Ja. En dan gaat hij dus door het land heen. Dan gaat hij in elke beetje... In vrijwel elke universiteitsstad heeft hij dan een kleine groep volgelingen. Mm-hmm. Maar ook daarbuiten, ook in Nijmegen, ook in allerlei steden, Den Haag enzovoort. Ja, maar het zijn echt hele trouwe volgelingen. Het zijn echt een soort discipelen van de profeet. Die iedere keer als iemand kritiek op hem levert, die er dan inspringen om hem te verdedigen. Om hem te verdedigen. En hij heeft ook echt ouderlingen, zoals ze dan ook wel heten. Die zitten ook vooraan bij de bank. Die krijgen ook die proberen met hem het juiste woord voor deze dialect. Dialectische denkgang te vinden. Dan zitten ze echt te zoeken met z'n mm-hmm. allen. Dat zijn de uitverkorenen, zeg maar. Ja. En dan zijn er altijd een paar hoofduitverkorenen... Die met hem in één blad mogen publiceren. Maar dat duurt allemaal heel kort, want hij gaat altijd met zijn leerlingen om als Stalin met zijn volgelingen. Als ze te dichtbij komen, dan worden ze onthoofd en dan worden ze in de diepste duisternis geworpen. En hij is dan ook overgebleven met een handvol leerlingen. Ja. Er is een navrante anekdote waarin zijn zoon die dominee werd in Schellinghout en dan zijn eerste proefpreek houdt. En ook net als zijn vader, die dacht als zijn vader de gave van het woord te hebben, dus zich ook niet geprepareerd had of zo op die proefpreek. En na een minuut of 4 of 5 stilvalt, waarop zijn vader de kansel beklimt en de preek afmaakt. En dat zal je al zo niet overleven. Maar voor de vader was het heel gebruikelijk dat hij dit soort dingen uithaalde. Ja. Toch zijn die volgelingen van hem, dat zijn toch niet de domste. En ook niet altijd mensen die in de rechterhoek terug te vinden zijn. Hè? Ik kwam later bekende anarchisten als Clara Wichman en Bart de Ligt tegen. Ook iemand als Annie Romein van Schoor. Ja, Annie kun je niet een volgeling van hem. Nou, maar die heeft toch ook zijn colleges gevolgd en daar toch ook met waardering over gesproken. Ja, dus in het begin had ze dat moet toch iets meer geweest zijn dan een volksmenner. Ja. Ja, nou, het was natuurlijk wel iets. Als je echt het licht in de duisternis bij iemand kunt vinden. Hij had natuurlijk een oplossing voor werkelijk alle vragen. Ja, maar hij was bijna overal tegen. Hè? Tegen democratie, tegen de vrouwenbeweging, tegen het antimilitarisme, tegen de sociaaldemocratie, homoseksualiteit, noem maar op. Alles. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En na de dood van zijn vrouw gaat het bergafwaarts met hem. Hè? Ja. Zo na 1914. Hij krijgt steeds minder studenten op zijn colleges. Hij wordt eigenlijk niet meer serieus genomen. Hij neemt het heel erg voor de Duitsers op. Is heel teleurgesteld als die Eerste Wereldoorlog verliezen. En dan vlak voor zijn dood houdt hij een rede met de titel De Tekenen Destijds. En dat is een fel antisemitische reden. En die reden is later koren op de molen van de Nederlandse fascisten. Luister naar een fragment van de gelijkgeschakelde radio uit augustus 1944. Wanneer men nu meent dat ons land nooit antisemitische uitingen gekend heeft, dan willen we iemand die dit denkt het een droom helpen. En volstaan met een verwijzing naar twee zeer bekende, om niet te zeggen beroemde Nederlanders. Dr. Abraham Kuyper en professor Bolland. Kuyper, de gereformeerde staatsman, bezat gezonde instincten. De vrome man
werd in zijn dagen door honderdduizenden christelijk denkende Nederlanders oprecht vereerd. En toch, hij was een uitgesproken antisemiet. Ten slotte herinneren wij aan de woorden die professor Bolland in zijn bekende academische rede van het jaar 1921 uitsprak, in de rede die de tekenen des tijds getiteld is. Al waren alle Joden edelstenen, zo zegt hij onder andere, zij zouden onverteerbaarheden en onverwerkbaarheden blijven in het lichaam van elke natie. Het waren gezaghebbende namen die wij u noemden. De verhevenste van allen was er zelfs bij. Niemand heeft dus het recht het antisemitisme een minderwaardig of cultuurloos verschijnsel te noemen, uitgedacht door bekrompen kleine geesten. Terecht kon daarom Adolf Hitler in Mein Kampf neerschrijven. Terwijl ik mij tegen den Jood verweer, strijd ik voor het werk des Heren. Ja, meneer Otterspeer, het mag duidelijk zijn, die antisemitische ideeën van Bolland stroken met die van de NSB. Toch zegt u in uw boek dat u ervan overtuigd bent dat Bolland in de oorlog goed geweest zou zijn. Hoe komt u erbij? Nou, omdat Bolland niet in eerste plaats een antisemiet was. Dat antisemitisme is voortgekomen dat is een soort uit de hand gelopen iets, zeg maar. Zoals heel veel van die polemieken bij hem uit de hand liepen. Hij werd tegen de katholieken, omdat hij het weerwoord van de katholieken kreeg. Hij was tegen de vrijmetselaars, omdat hij weerwoord van de vrijmetselaars kreeg. En zo is ook eigenlijk dat antisemitisme voor een deel een uit de hand gelopen polemiek. Mm-hmm. En zijn, wat boven alles staat bij Bolland is een nationalisme. Dus het eerste wat hij gedaan zou hebben, hoe hoog hij die Duitsers ook had, zodra de Duitsers zijn vaderland binnengevallen zouden zijn, mm-hmm, zou die het met het geweer in de hand de grenzen zijn gaan verdedigen. Het is een eerste primaire emotie bij. Ja, wat even voor de duidelijkheid. Hij is in 1922 overleden. Dus van die nazi's in Duitsland en zo heeft hij niks meegemaakt. Nee. En u vindt dus eigenlijk dat Lou de Jong, die Bolland in zijn werk als een soort stamvader van het Nederlands fascisme neerzet, dat die zou moeten rectificeren. Ik denk dat, maar dat is vaker gedaan, dat Bolland echt de stamvader genoemd wordt. Dat heeft de Jong ook vanuit andere secundaire literatuur. Maar ik denk dat het eigenlijk veel te zwaar is. Dat Bolland met een handvol excentrieken als leerlingen achterbleef. En op dat stuk acht ik zijn invloed eigenlijk nauwelijks. Nou, dus op trouwens geen enkel maatschappelijk of filosofisch terrein acht ik zijn invloed groot. Ja. Het enige wat van belang is aan het schrijven van een biografie van Bolland is dat het zo'n volstrekt radicaal, excentriek iemand was. En in zijn tijd, tijdens zijn leven, een zeer beroemd man en daarna meteen afgelopen. Bedankt voor dit gesprek.